Wie verwacht dat hier continu een livestream met tussenstanden op de computer staat, die heeft het mis. Het is business as usual bij Eurodev in Almelo. Bij hun klanten leven de verkiezingen wel, maar wie er wint maakt eigenlijk niets uit. Als je kijkt naar onze business, maakt het niet zo heel veel uit. Want uiteindelijk heeft de president niet zo verschrikkelijk veel invloed op de internationale handel. Daarbij ook beide kandidaten hebben daar wel dezelfde mening over. Dat men toch wat meer kiest voor Amerika, American First, en dan pas internationale handel. Het is ook wat retoriek, want uiteindelijk kan geen land zonder internationale handel. Het is alleen waarschijnlijk levert het punt op in de verkiezingsstrijd op dit moment. Ze merken hier wel dat de zakenrelaties de laatste tijd terughoudend zijn. Zowel Clinton als Trump worden bij Amerikaanse bedrijven niet echt gepruimd. Over het algemeen zijn onze klanten zijn toch republikeinse stemmers. Maar die voelen ook heel duidelijk dat Trump ook geen ideale kandidaat is. En ze voelen ook dat het internationaal ook wel een beetje vreemd tegenaan gekeken wordt. Daar worden ze onzeker van. En die bedrijven, als ze wat onzeker worden, dan maken ze net even niet het besluit. Dus we zien ook een aantal besluiten worden even wat uitgesteld. En ik denk dat het zo'n week of 3-4 na de verkiezingen, dan zal het gewoon weer verder gaan. Ja, maar u denkt dat u hier er niks van gaat merken in elk geval? Nee, we hebben op dit moment een aantal posities openstaan. We zoeken een aantal mensen die graag internationaal willen werken. En bij ons groeit het gewoon door. Bye bye.